In aflevering 4 van Princess Peach Showtime worden we denk ik een detective. Stella zegt iedereen loopt ontzettend angstig te kijken, maar waarom? De geweldige detective van deze stad lost mysteries altijd op in een hand omdraai. Oh, ik ben backstage gegaan. Ben jij Strik, meneer? Ik ben mijn kaartje kwijt. Die ligt gewoon hier, aan deze boom. Ik heb hem al gevonden. Ja, dat is geen probleem. Ik vind dat gewoon voor jou. Dankjewel voor de Strik. Joejoe, mazzel. Ik ga even die plantjes allemaal water geven, hoor, want het ziet er wel een beetje treurig uit. Iemand zegt, laat me met rust. Maak je zakken maar leeg. Helemaal niet. Hou maar in je zakken wat er in je zakken zit. Hops, oké. Denken jullie nou, joh? Stelletje gekken. Ja, ren maar weg. Ren maar gewoon weg. dit is een kleine lampneusman. Maar de politie zegt dat het dichtblijft, dit museum, omdat er een dreigbrief is gevonden. Maar blijkbaar is deze kleine man met de pet een hulpdetective. De politie zegt, nou, ga maar gewoon lekker naar huis. Hé, maat, zullen wij het anders even samen oplossen? Hallo. Wij doen het wel even samen, joh. Ik geef niet op. Ik moet iets verzinnen. Kom je met me mee? Zeker kom ik met jou mee, maat. Wij gaan dit helemaal samen doen. Hij wil heel graag helpen, maar ik wil eerst het mysterie in het kantoor oplossen. Oké, we hebben een ster. Die moeten we dan als eerste activeren. Dan de bliksemstraal. Dat staat namelijk hier achter op dit bordje. Dan moeten we het wolkje hebben. En als laatst de zon. En dan gaat er denk ik iets open. Kijk, ja, dat zijn de knoppen. Wat ze vlot. Ja, zo doen we dat. En als we dan daarachter op gaan staan. Ja, dan worden wij Detective Peach. Kijk, nice outfitje. Ze lijkt wel een beetje op Detective Pikachu, man. Detective Pikachu. Dat is ze. Heel goed. Oké, dus nu kunnen wij overal een beetje zo kijken, denk ik, met ons glas, met onze looking glass, dan kunnen wij de mysterie zo allemaal oplossen. Houd B ingedrukt om de omgeving af te speuren en laat B los om dingen nader te bestuderen. Nou, ik zie hier sowieso een kist. Die kunnen we openen. Kijk, er zitten allemaal munten in, oké. Deze documenten gaan over opgeloste zaken. Die mogen we vast niet lezen zonder toestemming, oké. Maar gaan we dat toch doen? Wat gaan we doen? Oh, wees voorzichtig, Peach. Als je je spureka verkeerd inzet, verlies je hartjes. Oh. Goed om te weten. Er ligt een briefje. Nou, dat briefje gaan we wel eens even kijken. Ik denk dat dat wel mag. Oh, dat mag ook niet. Zo mag het niet. Oh, kijk. Hier zit hij tussen. Met zijn neus. Was dat de bedoeling? Dat we hem gingen vinden. Kijk, hij is hier gewoon, joh. Oh, kijk, top. Dankjewel. Wauw, jou gaat ook niks, Purdo's. Met je spureken kun je interessante dingen op het spoor komen. Maar we hebben een zaak op te lossen. Oké, dan gaan we. Oh, de detective. Ga maar naar binnen. Oh, zo makkelijk is het. Gewoon even een pakje aantrekken en dan word je overal toegelaten. Daar ben je. Je bent precies op tijd. De curator wacht op de kamer hiernaast op je. Detective, daar ben je. Het zit zo, er zat nogal dreigend briefje op de Telota-wandtekening. Er staat, pas maar op, we komen de Telota-wandtekening halen. En als er iets gebeurt met de wandtekening... Oh, daar gaat hij. Dit is niet handig. Hij wordt gestolen. Ja, hij is denk ik al weg nu zelfs. Oh, nee. De tekening. Nee. Er staat iets op de muur geschreven waar de wandtekening eerst hing. Ja, maar oké. Ik moet ze even hintjes gaan zoeken nu. Kijk, deze hangt nu scheef. Dat kan niet de bedoeling zijn. Hij lijkt te bewegen. Ze zijn hier doorheen gegaan, hè? Dit is hun uitgang geweest, wedden? Ja, ze zijn door dit rooster gegaan, maat. En nu? Moet ik dat nu gaan vertellen? Het was pikdonker en ik kon niks zien, maar ik voelde iemand langs me de linkerkamer heen glippen. Ja, die is door die geheime gang gegaan. Ik moet de daders opsporen. Oh, kan ik gewoon door dat ding? Nee, dan. Kan ik door dit rooster? Oh, we gaan er doorheen. Peach, let's go. Ja, dit ziet er wel verdacht uit allemaal. Ik zie er ook sleuteltjes op de grond liggen. De vitrine is gebroken. Hier hebben ze ook allemaal dingen gestolen. De daders vermommen zich met maskers. Oh, ik zie daar een hartje. Die kan misschien nog wel van pas. Komen. Ligt een schoppend sleutel op de vloer. Misschien kunnen we daar wat mee. Ja, zie je? Dat wist ik. Ik zag die sleutel daar liggen. En ik zie er daar nog één. De daders die moeten hier ergens binnen zijn. Sowieso zijn dat gasten met maskers. Ah, dit is wel leuk gedaan hoor. En de missies duren niet zo lang als bij Detective Pikachu. Want daar duurden ze natuurlijk wel heel lang. Een ruitensleutel hebben we gevonden. Er is een camera uit het winkeltje verdwenen. Dat hebben ze ook gewoon gestolen. Hè? Kijk. Hier ligt popcorn. Zou iemand die hebben laten vallen? Zou dat dan... Ja, welke van de drie zou het dan zijn, hè? Zou het die zonder popcorn zijn of zou het die met bril zijn? Ik ga in ieder geval eerst even deze openmaken. Want daar zit sowieso een kristal in. En hier zit ook wat in, wat deze beweegt. Hier zit sowieso een dief in. Hallo? Oh, nee. Ik moest gewoon even iemand bevrijden. Zou het dan toch dit standbeeld zijn? Ik ben benieuwd of het deze is met zonnebril. Wah! Oh, no. Dan is het sowieso deze zonder popcorn. Of niet? Misschien is het ook fout. Zou dit ook fout zijn? Ik ben een waardeloze detective. Is het dan wel de middelste? Hoe moet ik dat weten dan? Hoe moet je weten dat het deze is? Ik vind de hint een beetje vreemd. Ja! Maar daar is die.
De eerste dief. Deze neus straft iedereen die naar leugens rijdt. Ik ga gewoon wel kijken, want ik ben nou gewoon heel benieuwd. Betekent dat dat er nu een hartje van mij vanaf gaat? Oké, pijnlijk, pijnlijk. Zou die in de volgende ruimte zijn? Er is niemand door die deur gegaan. Dus de dader was vermomd als standbeeld. Ik denk dat jij een dief bent, maat. Want er was toch een camera gestolen? Ben jij geen dief? Nee. Sorry, ik wist niet dat je boos werd. Dan ben jij het, maat. Dat moet wel. Heb jij de camera gestolen? Heb jij je vermomd? Jij moet het zijn. Ja, zie je wel. Dus toch. Oh, wie had gedacht dat dat de politie was? Hij leek op een collega van jou, hè, meneer? Dat had je eigenlijk ook wel mogen zien. Je moet je collega's kennen, toch? Godverdosie. Oké, door. Waar gaan we nu naartoe? Vertel de waarheid, zegt iemand. Oh, zeg wel waar de wandtekening is. Zouden ze het gaan zeggen? Wij weten van niks. Misschien als je ze onder hun voeten kietelt. Misschien dat ze dan de waarheid gaan spreken. Blijkbaar hebben ze verklapt dat het in het museum is. Ik kom precies op het juiste moment. Maar we weten nog niet waar de wandtekening is. We moeten naar de achterste kamer. We gingen met hem praten. Hij wil naar de mummies. We zijn nog niet bij de mummies geweest. Het schijnt een soort plattegrond te zijn van de ruïnes. Oké, deze moeten we denk ik maken. Of hier staat de hint op. Nu de daders zijn gevangen, mogen er weer bezoekers naar binnen door de zijingang. Oké, dat is top. Maar hoe kom ik daar? Ik denk dat het aan een tablet ligt. Ik denk dat we iets moeten vinden wat ons de waarheid gaat vertellen. Maar waarschijnlijk niet dit. Met een opstapje kunnen we bij dit raam. Kijk, dan kunnen we naar buiten. Laten we die kruk gebruiken. En dan kunnen we op de kruk staan. Kunnen we dan wel naar buiten? Ja, oké. Wat gebeurt er? Oh, de wind. Dat was de frisse lucht die we nodig hadden. Kijk. Staat hij gewoon hierachter? Is dat het ding? Als ik hier nu Spureka doe, hè, gaat het doek dan open? Zou het? Kijk, hij staat er gewoon nog. Oké, dan. Hij stond gewoon nog steeds in het museum. Wat een noobies. En nu is de zaak echt gesloten. Yay! En we hebben voor de verandering weer een keer alle kristallen. Dat is ook top. Lekker gedaan, Peachy. En deze hebben we ook weer opgelost. Dan hebben we hier alleen nog een zwaardvechtertje. Daar gaan we! Kijk, we zijn ook gewoon gelijk de zwaardvechter, hè? Dit gaat gelijk hard. Normaal gesproken is een drukte van je welst in het kasteel. Maar het is nu heel stil. Waar is iedereen? Oh jee, het is een spookkasteel geworden. Dit kasteel is nu van mij. No! Kom terug, maten. Wow, wie het waagt om hier te komen, omen. Zal de diepte in worden gestoken. Daarom is iedereen weg. Iedereen is naar beneden gevallen. Maar dat komt goed. Ik haal jullie hieruit, jongens. Ik weet nog niet hoe. Wow, iedereen is gespookificeerd. Kan ik niet gewoon dit ding kapot slaan? Ja, easy. Hotsakee. Lekker. Deze halen we er ook uit. Top. En dan hier doorheen. Hoppakee. Lekker. We hakken iedereen in mootjes. Hoppa. Hatsikidee. Kristalletje voor mij. Hatsikidee. Ja, dit vind ik wel leuk hoor. Dit is wel een leuk leveltje. Oké. Ik was iets te voorbarig. Moet ik hier een poos gooien? Ja, kijk. Nice peachy. Dit kan allemaal kapot, denk ik. Pap, 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 pap. Allemaal munten voor mij. Pap, 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 pap. Top. En door. Zwaardvechter, we zijn bang. Haal ons hieruit, alstublieft. No. Dat is wel zielig voor. Ik wil niet dat jullie gespookificeerd worden. Dat vind ik sneu. Oké. Deze gasten moet ik ontwijken, hè? Die moet ik op tijd ontwijken. Kijk. Doet die niet. Hoppa. Doei. Deze kunnen we gewoon pakken zo. En dan moeten we op deze wachten. Hoppa. Op zijn hoofd. En weg ermee. Oh jee. Wat is dit voor trippy? Komt goed. We gaan al deze bats allemaal slopen. Er waren er nog twee over volgens mij. Hoe durf je? Nou, gewoon. Ik durf dit gewoon. Lekker. We gaan door. Ja, wat gebeurt hier nou weer? Oh, daar is hij weer. Jij weer. De diepte in met jou. Nee. Helemaal niet. Daar komt niks van in. Ik ga gewoon door. En deze gaan we ook pakken. En dan gaan we hier omhoog. En dan gaan we deze pakken. Oh, en dan word ik wel geraakt door iets, maar dat maakt niet uit. En hier een kistje. Of geen kistje? Waar is dat allemaal naartoe? Het is allemaal verdwenen. Daar komen ze. Hoppa. Ik kan dit ook gewoon kapot maken, hè? Daar krijg ik hartjes en zo voor. Dat is nice. Gaan we door. Hoppa. Allemaal kapot. Gaat helemaal goed. Gaat helemaal top. Dit is nice. Nee. Ik heb dus ergens dus wel één ster gemist. Maar één kristal. Maar dat is moeilijk, want dan moet je dus precies de goede pakken. Hoe moet je nou precies weten in welke wat zit? Dat is lastig, hè? Hoppakee. Ik word door alles nu geraakt, joh. Ik moet even focussen. Even focus. Nee, ik moet er nog niet doorheen. Ik was te snel. Ik moet hier eens een kristal pakken en een hartje. We gaan nu hier naartoe. Springen we hierop. En daarop. Ik wou dat deze ellende voorbij was. Hier.
Ik kom eraan, jongens. Nog even volhouden. Waarom geef je je niet braaf over? Nou, omdat jij gewoon een projectie bent. Oh, oké. Of misschien word jij nu levend. Ga je nu echt bestaan? Kijk. Helemaal goed. Helemaal goed. Ik klap jouw vriend. Kom maar. Wat is dit? Oké, dit zijn platformpjes die wegvallen. En nu kandelaren. Oeh, oké, dit ging maar net goed. Hoppa. Misschien moeten we de kisten pakken. Misschien is dat het ding. Als we de kisten pakken, dan zit daar misschien een geheimpje. Ga je doen, maat. Er komt hier doorheen. Goed. Spring ik weer op jouw hoofd. Dan geef ik je een paar tikken. Het is bijna zover, vriend. Daar komen weer de meervluizen. Pak de meervluizen. Hoppa. Oh, ik word gewoon geraakt door je meervluis. Schandalig. Daar is die weer. Poging 3. Is het nu klaar met jou, meneer het spookriddertje? Dat was fantastisch, nobele zwaardvechter. Het is gelukt. Yay. Uiteraard is het gelukt. Lekker, man. Kasteel is weer bevrijd. Maar hebben we nu heel deze etage bevrijd? Want ik dacht namelijk van wel. Kijk, het is ook weer wat lichter aan het worden nu. We hebben dan wel geen zwaardvechter-sprankteur gevonden. Maar bij het toneelstuk is alles weer normaal. Oh nee, wat is dit? Wat gebeurt er met Peach? Wat is dit? Heb ik nu altijd deze kracht? Dat zou wel lijp zijn. Ah, die is van zwaardvechter sprankteur. Ik heb wel eens gehoord dat toneelspelers die de hoofdrol spelen zulke sprankteurzielen krijgen. Maar wacht, Peach, dat betekent dat jij nu een ziel van de zwaardvechter bezit. Ongelooflijk! Oh, ik kan iemand horen. Dat is natuurlijk de zwaardvechter. Die komt uit de kelder. Laten we daar gaan kijken. Peach daalt af naar de kelder. Daar waren we eerder al geweest. Maar daar konden we eigenlijk op dat moment nog niks doen. Oh, kijk, het schilderij gaat open. Of tenminste, dat wordt een deur nu. Oeh, dit is de acteur die normaal de zwaardvechtersrol heeft, denk ik. Stella zegt, dat is gek, want de kelder ziet er normaal heel anders uit. Maar omdat Peach de ziel van de zwaardvechter heeft, kan zij dingen zien die we normaal niet kunnen zien. Iemand, er roept een stem. Kan iemand mij horen? Zeker, het komt achter die deur vandaan. Laten we naar binnen gaan. Oké, daar gaan we. Daar is ze weer. Zo. Wat is hier gebeurd, joh? Het decor is helemaal vervormd. Oké. Spannend, spannend. Pak ze aan. Oh, dit begint lekker. Ik ben nu al geraakt. Daarachter is wel een dingetje. Hoe heet dat? Een sparkle. Hoppa. Die gaan we even pakken. Oh, ik heb er nu al één gemist. Waar dan? Is dat hier? Maar goed dat ik dat zag. Die moet wel hier zijn. Dan moeten we deze allemaal verslaan, zeker. Zijn er nog meer? Ja, hier, meer fluis. Moet ik even omhoog, denk ik. Oh, oké, dat kan ook. Oké, nee, weet je, ik wacht wel af. Kom maar. Kom dan. Oh my god. Ja, zie je, hier was die. Maar wat is hier allemaal aan de hand, joh? Hoppakee. Hoppakee en nog meer hoppakees. Eén vijand is ontsnapt. We laten dit niet meer ontsnappen. Godverdikkie. Pak ze. Oh nee, ja, lekker. Groot gevecht hier, joh. Lekker gedaan, Peach. Oké, ja, top. En nu kunnen we door. Daar hebben we Ribbon Man. En hier zit nog zo'n glitter ding in. Oh, die wil ik wel kunnen pakken, hè? Voordat we daar naartoe gaan, Peach. Alsjeblieft, kom me helpen als je kunt. Dat kan ik wel. Dat komt goed. Dat komt zeker goed. Wel vet level trouwens ook. Daar is ze. De sprankteur die de zwaardvechter moet zijn. Ik kom je helpen. Wie ben jij? Dan zie ik daar Stella. Wees voorzichtig. Het is hier chaotisch. Oké. Er komt nog een gevecht aan hoor. Daar gaan we. Nog zo'n spook meneer joh. Oké, en dat is ook wel een behoorlijke zwaardvechter moet ik toegeven. Oké, die mist mij. Kan ik hem nu slaan? Hoe werkt dit? Kunnen we hem natuurlijk laten slaan? Zo, dan mist hij mij. En dan dacht ik dat ik hem misschien kon raken. Maar of moet ik... timen? Ik denk dat ik over dat ding moet timen. Als hij dit doet, dan op tijd springen. Ik spring steeds te vroeg. Okay. Nu gaat hij slaan. Ja, kijk, dit was op tijd. Zo moet dit. Hatsikidee. Lekker, Peach. Oh, heerlijk. Dat was een flinke stoot. Oké, nog een keer. Oh, hij gaat nu wat anders doen. Dan moet ik waarschijnlijk dat... Oh, timen, ja. Nog een keer. Go. Ja, cool. Bam! Weer tegen die muur. Dan gaat hij nu weer wat anders doen, denk ik. Kom maar, joh. Wat ga je nu doen? Of moet ik... wat is dit? Oké. Dan kom je eraan. En dan kom ik er nu aan. Moet ik het eerder timen? Oh, dit was niet goed getimed. Of moet ik het twee keer goed timen? Twee keer op het laatste moment. Zo. Weer niet. No. Oh, wel. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar dit ging goed. Dit ging heel raar, maar dit ging goed. Bam. Daar ga je, maat. Yo. De sprankteur. Hoe gaat het? Leef je nog een beetje? Kijk. Zwaard is terug. Bedankt dat je me hebt gered. Laat ons er veilig heen komen zoeken. Verhip. Oh, daar is die weer. No. Wat? Oh, lekker, man. Sick. Heel sick. Een verrassingsavond. Wat een laffe streek. Ik vond zijn zwaard, want dan kun jij aanvallen. Dat gaan we doen. Dit is wel vet gedaan.
Dit is wel cool. We gingen even samenwerken. En gewoon even alles gehaald. Ook dat nog. We hebben een Stella-lintje. Gewoon in twee kleuren. Dat is cool. Oeh, kijk, nice. Dus deze acteur hebben we nu gewoon bevrijd. Ze hadden mijn kracht afgenomen en daarna opgesloten. Nu kan ik het volk weer dienen zoals mij betaamt. Heel graag gedaan, mevrouw. En zo moeten we dus waarschijnlijk iedereen gaan redden. En we gaan kijken of dat gaat lukken in de volgende video's. Want er zijn er nog best wel een hoop te gaan. Dus je weet wat je moet doen. Een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Abonneer ook als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer bij de volgende. Mazzel!